En jonge gedetineerden van het doorgangscentrum Opa Doelie krijgen vanaf vandaag muzieklessen van de politiekapel. Kapelmeester Roy Bradweet zegt dat dit een initiatief is van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. De bemanningsman wil dat deze jongeren muzieklessen genieten, omdat zij normaliter die kans niet krijgen. Bradweet wijst erop dat dit geen eenmalige activiteit is. En dat het eigenlijk vast beleid is om de muzikanten van de politiekapel in te zetten voor dit nobel doel. Waarom zeg ik dat? Omdat onze jongeren ze hunkeren naar muziek. En voor sommigen is het ontoereikend. Dus als de overheid, de regering, beschikt over een structuren zoals de muziek, de afdeling muziek van KPS, dan mogen ze ze best inzetten. Omdat we muziek praktiseren is ons ding. Naast het politiewerk is muziek praktiseren ons ding. En we willen graag dit delen, zeker aan de bewoners. U zei daarnet gedetineerden. Ik noem ze bewoners tijdelijk, omdat ze niet hier zijn gekomen om te blijven. Maar ze zijn hier gekomen en het doel is resocialisatie. En wij maken ons sterk om ze te vormen in die resocialisatie. Om ze klaar te maken om terug te keren naar de maatschappij. Zodat elk mens die een fout heeft gemaakt, een kans verdient. Weet u? Meestal de jongeren, we zijn gauw geneigd om af te geven op ze. Kan in vele gevallen. Maar soms moeten we als ouder ook de hand in eigen boezem steken. En weten dat wij misschien ergens in het proces, in hun vorming, in hun opvoeding, een fout hebben gemaakt. En deze kinderen verdienen een kans tot herstel. En muziek is een van de dingen die we gaan gebruiken om ze te vormen. En naast de muziek, ook mijn eigen levenservaring, wil ik dan aan ze meegeven in de vorm van een stukje opvoeding. Dus, en met liefde ook. Want als we liefde van God hebben ontvangen, dan kunnen we het gebruiken om deze mensen te laten zien dat ze niet verworpen zijn. Bradweet zegt dat deze jongeren op latere leeftijd terug moeten kunnen kijken en weten dat het bijzonder heeft bijgedragen aan hun vorming. De kapelmeester gaat in op hoe het traject van de muzieklessen in Delen zal worden verzorgd. Precies zoals het curriculum bij het lesgeven. Dan verwacht ik dat we na om de 2 maanden of om de 3 maanden een mijlpaal hebben bereikt. Tot aan het moment dat wij eigenlijk dit project voor dit deel op dit semester afronden en de mensen kunnen beschikken over een certificaat. Dat ze tenminste van een nulpunt zijn gegroeid naar het punt waarbij ze een praktiserende muzikant zijn geworden. Als slagwerker, velen willen slagwerker worden, drummer. Een aantal willen gitaar bespelen, een aantal willen keyboard bespelen, een aantal willen trompet of noem maar op bespelen. De know-how is in huis en we gaan het gebruiken. Bradweet hoopt dat de overheid middelen voor dit project beschikbaar kan stellen. Ook ziet hij graag dat met behulp van sponsoren er instrumenten kunnen worden aangeschaft voor de jongeren in detentie. De kapelmeester zegt dat er al enkele instrumenten zijn, zoals een drumstel, enkele gitaren en blokfluiten, een trompet en andere percussie-instrumenten. Die zijn gedoneerd door UNICEF. Met die instrumenten zal dit project van start gaan.